Goedenavond, beste vrienden. Welkom in Antwerpen. Welkom in de grootste stad van Vlaanderen. Welkom in het kloppend hart van onze economie. Welkom ook in een stad met een sympathiek stadsbestuur. Ons verhaal, onze boodschap, gaat over de evolutie naar een sterk Vlaanderen in een sterk Europa. Dat is de sleutel tot echte democratie en goed bestuur. Dat is het instrument om eindelijk de nodige keuzes te kunnen maken voor onze welvaart en voor solidariteit. Keuzes die intussen meer dan dringend zijn. Het is tijd. Het is tijd voor ambitie. Het is tijd om na de Vlaamse mislukkingen van 2007 en 2010 een grote stap vooruit te zetten. Het is tijd om in 2014 de omslag te maken naar het confederalisme. Wij zullen het jaar 2013 gebruiken om dit voor te bereiden. Alle belangrijke kwesties zullen we daarbij onder de loep leggen om uiteindelijk een ledencongres te organiseren, waarin u allemaal als lid van de N-VA het laatste woord zal hebben. Wij gaan allemaal samen ons aanbod bepalen aan de Vlaamse kiezer in 2014. En die keuze zal duidelijk zijn. Gaan we met de N-VA naar de noodzakelijke verandering of gaan we met Di Rupo naar het steeds verder uitpersen van de hardwerkende mens? Onze keuze is gemaakt. Wij gaan voor het noodzakelijke. Wij gaan voor de verandering. 2013, het ideale jaar om ermee aan de slag te gaan. Wat krijg je? Wat krijg je als je die cijfers door elkaar gooit? Als je die cijfers door elkaar gooit, dan krijg je 1302. En ik zit al 710 jaar te wachten om die grap te kunnen maken. En ik kan ze pas herhalen in 2031. Dus knoop het nu in uw oren. 2013 wordt het jaar. Ons jaar. Het jaar waarin wij er werk van zullen maken. Beste vrienden, ook vorig jaar in 2012 hebben we er werk van gemaakt. We hebben Vlaanderen verder meebestuurd. De Vlaamse regering maakte ook werk van werk. Met een aangepaste 50-plus-premie van minister Muiters hebben bedrijven een instrument gekregen om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen en te houden. Bovendien werd de leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden opgetrokken tot 58-plus, met als gevolg dat sinds juni eindelijk de werkloosheid in die categorie is gedaald. Instapstages voor jongeren zonder diploma, daarmee zorgt Philippe ervoor dat jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt niet verloren gaan. Intussen zorgt Geert Bourgeois voor een afslanking van het overheidsapparaat met 6% tijdens deze legislatuur en wordt de Vlaamse overheid hervormd tot een modern bedrijf waar niet alleen het diploma telt, maar ook de talenten en de competenties van mensen. Geert is bovendien bezig om ook de betutteling van de lokale besturen door de Vlaamse overheid, een groot pijnpunt is, om die weg te werken en de kosten van de planlasten terug te dringen. Gemeenten zullen in de nieuwe lokale bestuursperiode meer dan ooit de mogelijkheden krijgen om zelf prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken. Maar bovenal, met deze Vlaamse regering bewijzen wij dat men ook kan saneren met de klemtoon op besparingen in plaats van belastingen. Wij hadden in 2012 opnieuw, als enige regering in dit land en een van de weinigen in Europa, een begroting in evenwicht. En dat... En dat doen wij in zeer moeilijke financiële en economische omstandigheden. Graag een applaus voor Geert en Philippe. Ook federaal
hebben er iets van gemaakt in 2012. Met een harde, maar constructieve oppositie onder leiding van Jan-Jan Bon in de Kamer en Lisbeth in de Senaat. Met kritiek... Met kritiek op wat er gebeurt, maar ook met eigen voorstellen. Ik ben bijvoorbeeld zeer tevreden dat het werk van onze parlementsleden de doorslag heeft gegeven bij de afschaffing van de snelbelgwet en de verstrenging van de gezinshereniging. Onze N-VA... Onze N-VA weegt op het beleid. En dat zal in 2013 niet verminderen. Wel in tegendeel. De N-VA is alleszins... in 2012 opnieuw zeer fors gegroeid. En daardoor moeten soms mensen hun focus verleggen. En bij één van hen wil ik even stilstaan, want het is mijn politieke moeder. En ik wil haar graag in de bloemen zetten of laten zetten. Frida. Frida Brepoels, kom even hierbij op het podium. En een tweede uniek moment, want ik ga Frida een beest geven. In Limburg kussen ze één keer, maar in Antwerpen drie keer, Frida. Na uw carrière, uw rijke carrière in verschillende parlementen, ga jij vandaag uit het Europees Parlement om u voltijds toe te leggen op het burgemeesterschap van uw grote en eeuwige liefde, uw geboortestad Bilze. En dus... past het om je nu te bedanken voor alles wat je voor ons in Brussel hebt gedaan, in Brussel en verder buiten in heel Europa. Het gaat je goed als burgermoeder van Bilze. En Adrie Schrifois, uw opvolger als algemeen partijsecretaris, zal u nu ook letterlijk in de bloemen zetten. En ik ga nu nog historische woorden uitspreken, zoals alleen ik dat kan. Zit die plaat op? Wel, de functie was eigenlijk heel boeiend, hè? Het feest op gang blazen na de speech van de voorzitter. En ja, wat past er beter op zo'n avond in een N-VA die volop aan het groeien is, dan you ain't seen nothing yet. Wij zijn erin geslaagd om een van de grootste opdrachten die ons nog te wachten stonden als partij, dat was om ons lokaal te gaan verankeren. En terwijl we eigenlijk gedacht hadden dat we 2 à 3 lokale verkiezingen zouden nodig gehad hebben om dat te doen, is ons dat eigenlijk gelukt in 1 verkiezing. We gaan naar 2500 mandatarissen, gemeenteraadsleden, OCMW, provincie, natuurlijk schitterend. Dus ik denk dat dat de grote gebeurtenis was in 2012. En 2013, hopelijk kunnen we dat succes doortrekken. En kunnen we in 2013 inderdaad de moeder van alle verkiezingen, het is een cliché, maar het is wel zo, de moeder van alle verkiezingen 2014 voorbereiden. 2013 zal natuurlijk de aanloop zijn naar het heel belangrijke jaar 2014. Dus ik wens N-VA daarin heel veel werkkracht aan alle nieuwe mandatarissen ook. Mijzelf in kluis, want ik verhuis naar het Europees Parlement, waar we natuurlijk ook daar gaan proberen dat verhaal, dat N-VA-verhaal van een sterk Vlaanderen in een sterk Europa, het verhaal van de regionalisme, verder op de kaart te zetten. Eerst en vooral dat die burgemeesters en schepenen hun job goed gaan doen. Ik denk dat het belangrijk is om aan te tonen dat we kunnen besturen. En dan de voorbereiding van 2014. Dat zal belangrijk zijn in het federaal parlement en in het Vlaams parlement. We gaan er alles aan doen om dat tot een goed einde te brengen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat wij altijd blijven beseffen dat wij die partij zijn die het anders willen. Dat wij nooit verworden tot die traditionele, klassieke machtspartijen. Dat wij altijd blijven beseffen hoe we zo groot geworden zijn. Precies omdat wij het anders willen aanpakken. Dat wij niet die traditionele machtspartijen willen zijn, maar altijd teruggrijpen naar ons basisverhaal. Ik denk vooral dat ons ideologisch congres is belangrijk. De burgemeesters gaan zich moeten waarmaken, onze schepenen, onze gemeenteraadsleden, heel belangrijk.
En het ideologisch congres, ik kijk daar naar uit. Omdat ik altijd veel met de ideologie ben bezig geweest, met de ideeën rond de partij. En ik ben ervan overtuigd dat dat echt wel een ankerpunt wordt, een eikpunt in de geschiedenis van onze partij.